een van onze twee topatleten op de internationale World Triathlon Series. Daar komt hij naar de winst. De dagzegen gaat naar Adriak, gaat naar onze internationale topper. Hier is Jelle Geens. Schitterende prestatie. Quelle performance in la deuxième place pour Christopher Perham, le Français. Pour CGT en deuxième position, hier komt onze Belgische kampioen Quartfinal. Noblesse oblige, want naar een mooie podiumplaats, derde plaats van TDL. Arthur de Jager, Dylan Magnet, la quatrième place, c'est le deuxième athlète de CGT. Ah, ce sont les points qui comptent. Dans le classement général, dan komt Tom Sutters hier naar de vijfde plaats. Een week na zijn zege in Mallorca. Dries Matthijs tussen al dit geweld. Naar een schitterende zesde plaats. Louis Nijhaard zevende. Nicolas Thiemann achtste voor de thuisploeg. En dan krijgen we Niel van Varenberg naar de negende plaats. Emmanuel de Schuyne gaat de tiende finishen. En dan Mark Waters zoekt in een sputje met Thomas Jurgens naar de elfde plaats. Thomas is twaalfde. Dan krijgen we Antonio Hernaert naar dertien. Seygoor is veertien. Alexis Kluuk vijftien. En Camille van den Bussen, 16 tussen al dit geweld. Camille Jorn, wat een prestatie. Ik heb hem nog meegemaakt als jeugd-C-atleet. Hier ook nog eentje uit de jeugd. Ook hij naar de top 20. Jorn Verboven, viervoudig jeugdkampioen. Et Michael Rossi, parmi tous ces jeunes. Belle performance, Michael. Dat zijn nog de troisième athlète de GT. Ça va compter. Laurens Verlaten is binnen. Met de titel Boeien, hier ook over de streep. Dan krijgen we Joris Basselee met Simon de Kuiper. Goede punt erop voor SMO Specialized. Dan wordt hij nog gespurt met Tom van Capelle. Onder andere met Thomas de Vleeshouwer, met Bert Jamar. Onvoorstelbaar, wat een wedstrijd hier vandaag. Van der Dinken ook binnen. Hallo, dank u. Met Xander Marclee, hier komt Wannes winnen. Ja, de vragen, Joachim Vera. En als je hier top 30 loopt, dan hoor je tot de top van België. Wat een wedstrijd, Troy Kiemen. En die pakste daar nog even alles uit. Jongens, 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 wat een wedstrijdje. Met Nick Thijs hier binnen is achter Brek van voren. Dan krijgen we hier de volgende Bruggeling. Die doen het goed vandaag hoor, TBT. Met Kaljano Schoonmaakt. Ook nog zo'n jong talentje. Daar in de verte zien we Adam Lambrechts tussen twee mannen van TTB. Maar eerst er nog eentje van 3BT. In de pure ferro kleuren van het Solid Pharma team. Hier hebben we Gianni Nouwelaars binnen Adam Lambrechts. Naar de streep. Dan krijgen we Jochem Pauwelijn voor de volgende ronde. Kiel de Hertog komt naar binnen. En daar komt ze op weg naar de winst. Wat was het close? Maar ze pakt alweer een dagzegen van Antwerpen. Hier is Jolien Vermeulen. En Hanne Petersen, alles aangedaan. Maar plaats nummer 2 voor deze Drive B van Axel Drive. Hanne Peters pakt het zilver individueel vandaag. Maar met Kiara Leenaars op 2 wordt er straks rekenen. Het wordt rekenen. Kiara Leenaars pakt de derde plaats. En is de tweede Drive atleten die hier binnenkomt in Tante Claire. Dan de derde met Lucia van Tien de Bruin. Hier is onze volgende Bruggeling. Die doet het ook uitstekend. Shani van den Broeke. Spannend straks voor het resultaat. Lucas Lissarol à l'arrivée. Oh, Boy van West. Die jonge kerel uit Almere. Hier is binnen, dan gaan we kijken naar Joni van Houten. Dat wordt de eerste atleten van de RC IDC aan de streep. Vijfde plaats voor Joni. Fantastisch individueel resultaat. Ook Philippe Amé komt hier naar binnen. En dan krijgen we daar Ramses van Oostad. Nikos van Iguadolaat, daar komt de derde Adriak-atlete. Ines van Trooijen gaat naar de zesde plaats. En dan gaat Las Bayas daar nog even sputje placeren. Ja, elke plaats telt hier voor de uittrekking. Ook Ines helemaal kapot. Zo. Nikos van Iguadolaat, daar komt de derde Adriak-atlete. Ines van Trooijen gaat naar de zesde plaats. En dan gaat Las Bayas daar nog even sputje passeren. Ja, nee, gepanikeerd. Nee, ik heb niet gepanikeerd. Maar ik had zo nog nooit echt in een groepje gelopen met mensen. Dat was allemaal samengelijkingen.
Dus ik dacht, het einde van de eerste tour, dat ik toch proberen te versnellen. En als het lukt, dan is het goed. En als het niet lukt, dan ja. Dus lukt het maar, maar dan heb ik geprobeerd. Uit de dag in. Overbodige gebruik, gelukkig. Ja, wel gelukkig. Ik ben content. Proficiat. Dankjewel. Een van de dames in de bocht. We zijn dat dames, dat zijn dames. Dat stuk hier. De verkeerde kant. Bij ons hier de individuele winnaar bij de mannen. Jelle Geens, ja, jij bent gewend aan snelle wedstrijdjes, maar dit was super snel, man. Ja, het was echt kort en echt snel. Ik hoor niks. Het was echt kort en echt snel, dus... Ja, het was iets wat we niet vaak doen. Het is een beetje misschien vergelijkbaar met teamrijden. Wat ook kort en snel is en heel plezant. Heel plezant, die indruk kreeg ik ook. Maar Stijn Goorden zei net van, als Jelle even zijn kop kon sleuren, dan moest de rest serieus bijbenen. Ja, het waren snelle straatjes, dus ik dacht, we gaan gewoon 14 kilometer hard rijden en we zien dan wel. 14 kilometer hard rijden en dan zien we wel. Het was een redelijk grote groep, maar had je er vertrouwen in de loopbenen? Oh ja, ik denk dat ik wel altijd redelijk vertrouwen moet hebben in mijn loop, dus dat is wel mijn sterkste discipline. Het is hier wel wat speciaal loop met veel onverhard en wat oneffen wegen, maar ja, het ging wel goed, het was mezelf. Ik had al de indruk, vorige week toen had je die jammere lekker band, maar je hebt geen zin in vorm, hè? Ja, ik denk het echt wel. Zwemmen zit echt goed. Ik ben al altijd mee geweest in de trailraces, wat niet altijd het geval is. En ik denk ook dat mijn fietsen en mijn lopen heel goed zitten. Het was spijtig van die lekke band vorige week, want ik denk echt wel dat daar iets mogelijk was. Maar vandaag dan een overwinning in België nog eens. Hoe zoet smaakt dat? Ja, dat is heel plezant. Het is altijd plezant om een Belgische wedstrijd te doen. Ik kan er altijd familie en vrienden komen kijken en ik kijk hier ook naar iedereen. Veel van de mannen waar ik goed vaak mee treed in Leuven zijn hier en dus dat is heel plezant. Ga jij straks ook naar het circus of ga je op een andere manier vieren? We gingen misschien als mijn vriendin genoeg geleerd dat deze zomer naar Sinkse Voor gaan. Voilà, onze winnaar mag straks naar de Sinkse Voor. Jelle Geens, proficiat met de overwinning, even nog een daverend applaus met Jelle Geens.